voornaam is natuurlijk best wel lastig te schrijven, maar jouw achternaam is vrij makkelijk. En nu zag ik iets op de site van de KVB. Ga ik het even aan je laten zien. Ja. Oh, ja, de J vergeten. Ja, dan moeten we dan doorgeven. Ja, dat klopt niet. Als die definitieve selectie morgen bekend wordt gemaakt en je naam staat erbij, dan moet die wel goed geschreven zijn natuurlijk. Dat klopt. En het zal ook niet goed staan op het shirtje als het zover is. Maar ja, dat is een zorg voor later. Toch even een belletje naar de KVB plegen voor de zekerheid. Nee, dat komt vast wel goed.